Goedemorgen allemaal. Wij zijn alvast begonnen met opruimen van de luifel en alles wat buiten staat. Wij gaan morgen vertrekken we naar Bunnik. Aal, wat doe jij? Wachten. Oh, waarop? Nou, totdat ik die luifel op kan ruimen. Oké. Nou, die zak zit bijna dicht. De luifel zit in deze tas. Die hebben we net binnengepakt. Gaat het? Nou, gaat het echt mee dan? We hebben een luikje aan de zijkant van de caravan. En daar kan als het goed is net de luifel in. Hoppatee. Zo, moet erin. Lampjes erbij. Nou, dit is hoe het er nu uitziet. Een beetje kaal. Het heet. Ja, film mij even, als je wil. Ja. Outfit van Nel. Dikke trui, spijkerbroek, wandelschoenen. Waarschijnlijk zit er ook nog iets onder die trui. Ja, een hemd. En ik heb een shirtje met een korte broek en slippers. Nou, dan mogen jullie raden wat voor weer het hier is. Ik snap er helemaal niks meer van. Hij gaf eigenlijk storm aan voor vandaag, toch? Daarom hebben wij ook die luifel op binnen gepakt. Of in ieder geval veel wind. Veel wind gaf hij aan, ja. Nou ja, die luifel is nu ingepakt. De fietsen staan er weer op de caravan. Dus morgen hebben wij eigenlijk niet meer zoveel werk. Ik ga vandaag ook gelijk even de porta-potty nog legen. Nou, en dan hebben we alles op de rit. We gaan vanmiddag nog even een wandeling doen met Erik en Vera. Een wandeling van volgens mij 10 kilometer, maar Erik kennende zou het ook zomaar 20 kilometer kunnen worden, je weet het niet. En vanavond gaan wij lekker uit eten bij de Gerardushoeve. Dat zit hier heel dicht bij de camping. Dan hoeven we ook niet meer te koken, dus dat is ook handig. Nou, daar heb ik ook hartstikke veel zin in. Jij dan? Ja, nee, ik heb veel zin. Ja. Dus, weet je ook al wat je gaat eten? Vanavond? Nelly had een rode curry gezien op het menu, maar dat is nu verdwenen. Er stond aardappel en curry op het menu, maar die is weg. Die is verdwenen. Ja. En ik heb iets met geitenkaas en dat vind ik ook altijd heel lekker. Ja. Wij zijn weer een wandeling aan het doen. En wij zijn beland bij een mooi kunstwerk. Nou. Alleen de grote vraag is... Wat is het? Wat is het precies? Misschien weten jullie het. Wij weten het niet. We zijn net over een rivier gewandeld. Voer. We zijn inmiddels aangekomen bij de grens Nederland-België. Ik sta hier bij een grenspaal. Kijk hier achter mij. Dus wij wandelen nu België in. IJsden Margraten staat erop. Nou, wij zijn aangekomen bij de Kriek Lambiek. Jullie denken waarschijnlijk, wat is dat? Nou, dat weten wij. Daar maken ze bier van. Dat Kersen. Hebben we net geleerd. Dit is een kriek lambiek achter mij. Nou, ik ga er even een proeven. Zure kers de morel. Zure kers. Ik ga hem proeven. Heerlijk. Mega zuur. Dit kan misschien een beetje onsmakelijk zijn, want er zit natuurlijk een pit in. Heel subtiel. Zuur. Nou, nee, ik vind hem niet lekker.
Nee. Vinden jullie hem wel lekker? Die is van jouw vriend, het is een tweede. We gaan kijken wat ik daar nog vind. Vera vond het ook niet echt lekker. Zuur. Jij ook niet, hè? Kippenvel. Ja, maar ik pak er weer mijn derde. Oh, ik pak ook de tweede. Maar misschien, als je er meer neemt, dat het lekkerder wordt. Ja. Want de eerste, natuurlijk zotte limonade uit te drinken. Dat is zo'n keer. Sorry. Maar misschien komt het ook wel omdat je het gaat vergelijken met die andere kersen. Met die zoete. Die we eerder deze week hebben geproefd. Ja. Kijk, en dan is deze wat minder lekker. Als je het meer neemt, is het steeds lekkerder. Ja. Ja, dat wel. De tweede vond ik ook lekkerder. En je moet de donkere pakken. Ah, daar was die. De donkere? Ja. Ik heb nu een lichte. Ja, dat moet je nooit doen. Moet je nooit doen? Nee, licht is. Licht is nog zuurder. Lijkt me een zure bom. Nee. Kijk, maar je hebt dus verschillende kleuren. Deze is lichtrood. Deze. Dit is donker en die moet je dus pakken. Ja. Ja, die donkere zijn wel echt lekkerder. Ja. Dat is waar. Een stukje naar beneden lopen, loopt er af. Maar het blijft natuurlijk ook heel leuk dat je hier langs wandelt en dat je dan... Ja, eigenlijk mag het niet. Maar dat je dan gewoon kersen kunt plukken. Oh, ik word geholpen. 1, 2. Ah, oh, ja. Dankjewel. We hebben weer een happy stone gevonden. Life is beautiful. En waar lag deze nou dan? Op een van de paaltjes? Happy Stones Limburg. Oh. Facebook HH6245. Leuk. Grappig. Nooit gezien. Nee? Nee. Oh. Dan zie ik wel eens een steen liggen. Dan zie je wel eens vaker als ergens steen op. Maar ik heb nooit bestudeerd eigenlijk. Moet je maar eens doen. Dat is wel leuk. Dus, wat is dit? Hazelnoot. Een hazelnoot. Dit is een hazelaar. Met hazelnoten. Oh. Wat grappig, dat heb ik nog nooit gezien. Dus die groeit hierin. Wordt die opgevreten door iets? Ja, kom misschien wel. Hazelstralen. Nee, dat is wel vreemd gegaan. Hier kijk, hangen er nog veel meer. Ja, ja. Nog meer hazelnoten. Die vallen vanzelf naar beneden als ze rijp zijn. Maar als ze bruin zijn, zo zie je ze in de winkel. Maar wij wandelen dus nu langs het Mesjer plukbos. Wij zijn aangekomen bij de uitkijktoren van Mesh. En die gaan wij nu beklimmen. Nou, het is niet Nel haar favoriete onderdeel, uitkijktorens. Maar ik vind het wel leuk. Oh, ik word al geroepen. Hoeveel treden is dit dan? Geen idee. Ik heb ze niet geteld. Nou, lopen dan. Het is heel hoog. Ik heb hoogtevrees. Wow. Wauw. Geen conditie. Wow. Wow. Dit is het uitzicht. Ja, ja. Ik heb een verrassing voor je. Het is hier een beetje minder. Kijk uit dat je niet wegwaait. Nee, maar dat hele ding wiebelt. Ja. Ik vind het een beetje griezelig. Maar ook zoveel wind, joh. Nou, we sluiten deze wandeling af met een, even kijken, een kriek lambiek. Dat is natuurlijk door die kersenbomen. Het komt uit België. Ja, maar waar hebben wij nou net kersen geproefd? Bij een kriek lambiek boom. Ja, ja. Ja, daar maken ze bier van. Geweldig. Klopt niet. Ja. Ja, voor mij kriek lambiek, die boom niet. Oh, nou, sorry mensen, maar de boom eet niet kriek lambiek, maar komt uit kriek lambiek. Nou ja, ik weet ook van, niet. Het is van wij gaan bier drinken. Van de zure kers. En de zure kers, in dit geval de morel. En daar maken ze bier van en dat is kriek lambiek. Aha. Oké. Okay, en nou. Ruiken er eens aan.
Ik hoop dat het lekker is. Je moet niet altijd overal aan de ruiken. Oh, dit... lekker. Ja, hè? Ja, lekker zoet. Schaaltje nootjes erbij. Beetje kassus. Ja, ik vind het wel lekker. We hebben alle vier een kwiklambiek besteld. Was ook wel een beetje het thema van de wandeling. Ja, ja precies. Ja. Het moest. Past precies een heel flesje in het glas. Ja, toch wel. Ja. Oh. En dan moet er even op de foto. Dacht van niet. Zo. Nou, gaan we even proosten dan? Ja. Ik heb een stiekem al geproefd. Proost. Proost. Op de kwiklambiek. Lekker uit eten bij de Gerardushoeven. Anderhalve week opgewacht. Ja. En de laatste avond gaan wij lekker uit eten. Het is hier druk. Altijd druk. Ja. En telkens als ik wilde reserveren, dan kon het weer niet. Inderdaad. Nou ja, nu gaan we... Nu gaan we eindelijk uit eten. Wordt er ook een keer voor jou gekookt. Echt? Ja. Ik ben er aan toe. Zwaar aan toe. Ja. Nou, kom op, want we hebben gereserveerd. Bij de Gerardushoeven en ik heb lakenvelder besteld en Nelly heeft... Wacht, ik wil het zelf even zeggen. Wat heb jij besteld? Ik heb hoen besteld. Nelly heeft hoen besteld. En als toetje, dat hebben we nog niet besteld, maar die keuze hebben we al wel gemaakt, tiramisu. Ja, ik twijfel. Maar twijfel je tussen? Ik zag ook iets van rood fruit. Oh. En volgens mij, want net naar buiten ging, toen wij daar stonden te wachten bij dat... Toen dacht ik dat het een rood fruit toetje was, maar van die schuim... Oh, dat is ook lekker. Dus ja. Ik twijfel. Het was subliem. Subliem. Nee, ik heb echt heel lekker gegeten. Ja, het was mega lekker. Ja. Daar waren we ook wel weer aan toe. Hoe lang zijn wij wel niet uit eten geweest? Ik ben dood op. Ja, heel lang. Ik weet het niet. Nou ja, heel lang niet. Het was weer voor het eerst. Wel lunch. Een keer lunchen en zo. Inderdaad, maar niet echt diner. Niet echt dineren, nee. Ja, dat was echt lekker. En de laatste avond in Zuid-Limburg. Goedemorgen, wij gaan vandaag vertrekken. Het is dus onze vertrekdag. Ali heeft net even broodjes gehaald bij de bakker. En ik heb het bed verschoond. Dat ligt nu hier. Dat gooi je gewoon naar buiten op de camping. Ja hoor. Lekker makkelijk. Camping life. Nee. De buren, camping life, ja. De buren staat er ook wel een beetje gek te kijken. Nou, niet één buurvrouw. Meerdere. Maar dit is wegwerp beddengoed. Ooit al eens van gehoord? Ja, als van wegwerp beddengoed gehoord? Nee. Nee, we hadden wel. We hadden thuis een laken met een scheurtje erin. Wij dachten, dit is perfect voor de camping. Kan er nog één keer gebruikt worden. En we kunnen het gewoon weggooien. Dan heb je het niet als een wasgoed. Om terug te nemen. Ja. Dat scheelt wel. Doen we ook wel eens met handdoeken, washandjes, oude meuk. Dat bewaren we dan voor de camping. Het is bloedheet. Ik ben hier nu... Later aan het koken voor eieren en thee. Maar dat is ook gewoon echt in de anderhalve week dat wij er zijn geweest. Nog niet zo mooi weer geweest als vandaag. Nee. Nee. We hebben wel eens buiten ontbeten. Ja, maar niet zoals dit. Nu is het gewoon echt een zomerdag. Het is echt warm. Maar ik ben dus aan het koken. Dus het wordt hier bloedje heet. Want we hebben eigenlijk gisteren alle spullen al opgeruimd. Gastel en dat soort dingen. En Ali is de tas aan het inpakken. Dat past natuurlijk nooit in één tas, dit. We gaan het een beetje ordenen en even proppen. Moet kunnen. Kwam er ook uit.
We gaan ontbijten. We hebben een mooi plekje onder de boom in de schaduw. Ja. Pauze langs de A2. Ja. Het is hier koud. Het is hier best fris, ja. Bij ons was het nog, of bij ons. In Limburg was het stralend mooi weer en het was heel warm. Het is hier wat minder. Maar we gaan weg hier dus. Ja. We moeten volgens mij nog 1,5 uur rijden. Ja. Lekker broodje met kaas. Een broodje heb ik nog gekocht in Epen bij de bakkerij. En Nelly gaat even kijken of we hier verse jus kunnen kopen. Dat is ook altijd lekker. Wij hebben plek nummer 13. We zijn gearriveerd op onze plek. En we hebben gelijk een merkje gezet. Ik laat het even zien. Het gras was hier een beetje drassig. Dus we hebben met het wiel per ongeluk een kuiltje gegraven. Heel erg zonde. Nou, ik ben gebombardeerd tot vasthouden van een voorluifel. En Aal is alles aan het opbouwen. Alles hangt nog schots en scheef. Maar het komt goed. Er komt al verbetering in. Het is heel zwaar. In de ene arm een vlogcamera en in de andere arm een tent. Wil je even dit krukje? Hier. Pak maar even. Het wordt al wat. Wacht even, ja. Ik pak even dat krukje. Kan je even die knijpers eraan doen? Nou, ik heb zin in een ratler. Die heb ik koud staan, hè? Echt? Ja. Lekker. En ik hoorde net dat bij de receptie, toen we aankwamen, toen zeiden ze dat hier een restaurant sinds vandaag geopend is. Lekker, lekker buiten of zo. Dus daar gaan we zo meteen ook wat lekkers halen. Zin om te koken, dus we gaan afhalen. We zitten nu te wachten op onze bestelling. We hebben weer patat besteld. Lekker. Ik zin in. Ja, ik ook. Een lekker patatje. Wij zijn even een rondje over de camping aan het doen. De camping aan het verkennen. We lopen nu het sanitair gebouw binnen. Nou, volgens mij, ik vind het wel goed uitzien. Dan? Oh, dit zijn wastafels. Ja. Oh ja. Het lijkt wel nieuw. Ja. Maar het is ook hartstikke rustig hier. Hier heb je douches. Wat is dit? 2 stuks. Oh ja. Ja, 2 stuks. Hier heb je de afwasplek. Ja, mooi. Nou, hier heb je ook een vacature. Hier heb je toiletten, ook 2 stuks. Nou, hier heb je voor de mannen. Even kijken hoor. Hier heb je ook douches.
Hier gaan wij dus de komende dagen douchen en naar het toilet. Ziet er in ieder geval goed uit. Lekker schoon. En het is nu erg rustig. Ik weet niet of het nog drukker gaat worden. Het is nu woensdag, dus waarschijnlijk wordt het in het weekend wel druk hier. Maar het is ook wel aardig dicht bij onze plek. Dus dat is ook wel lekker. En onze eerste indruk van deze camping is erg goed. En we gaan nu even een rondje over de camping wandelen. Vind ik altijd wel prettig. Dan weet ik een beetje waar ik ben. Bij de receptie staat een bord. Een infobord. En dan kun je dus zien waar de camping ligt. Die ligt dus hier. Aan de A12 E35. Kijk, en dan ben je dicht bij Bunnik. En volgens mij... We hebben binnen 10 minuten in Utrecht. Ligt vlakbij. Kijk hoe gaaf dit is. Dit staat dus ook op de camping. Expeditievoertuigen.nl staat erop. Ik denk dat Nelly eventjes info gaat vragen daar. Hij is echt heel gaaf. Mega dit. Ook een leuk kinderboerderijtje. Geiten, kippen, duiven, alles. Een haan. Hey, er is ook een duif op die tuinslaan. Ja, zie je? Ja. Nee, het is echt heel leuk hier. Nou, weet je wat ik ook wel grappig vind? Kom maar even. Kijk, dit is trouwens dat nieuwe restaurant. Lekker buiten eet dat toch, Nel? Ja. Lekker buiten. Ja. IJsjes, patat, eten. En dan heb je hier aan je rechterhand... Kijk, dit is ook grappig. Daar hebben ze allemaal vogelhuisjes in de boom gehangen. Ja, hier aan de rechter... Oh ja, hier heb je verschillende soorten peren. Gieser Wildeman... En appels, peren en appels. Oh, waar moet hij hierin? Oh. Het is Vogelhotel. Het Vogelhotel, oh leuk. Hartstikke leuk. En dan staan wij hier verderop. Daar. Mooi plekje. Ja. Heel mooi plekje. Hebben wij zelf. Ja. Tenminste, dat ja. Vind ik. Ja. Gelukkig hebben we niet zoveel afwas. Nee. Kijk, dat is dan ook weer een voordeel van patat eten. Ja. Ideaal dit. Even één met haar doekje. Nou, weet je wat het hier is? Ja, vertel het maar even. Nou, wij staan dus nu in een boomgaard. Hartstikke mooi, hartstikke leuk. Maar, ze hebben het gras hier net gemaaid. Dus als je nu door het gras heen loopt... Heb jij geen broek aan? Ik net zo'n ik op een broek hier zit, joh. Ik heb een korte broek aan. Mm. Dus als je nu op je blote voeten loopt... Hoe dan op je blote kont zit. Ja, op je blote voeten zit. Nou ja, je hoeft nog niet eens op je blote voeten te lopen. Gewoon als je door het gras heen wandelt, dan heb je dus al die kortgemaaide grasprietjes aan je voeten kleven. En dan neem je mee de caravan in. En dan ga je mee in bed. En dan ga je mee in bed en dan sta je mee op. En dat is camping. Nou, dat is camping inderdaad. Maar we hebben nu babydoekjes. Ja, dat vind ik lekker. Het ruikt lekker. Ja.
Nou, het ruikt een beetje apart. Nou, wij zijn gaan kapot. Lekker naar bed. Hoe laat leven we? Het is 12:30. Aal zegt net, al die mensen slapen hier al. Nou, vind je het raar? Nou, ja. Ik kan niet meer. Het is vakantie. Oké. Nee, we gaan lekker slapen en dan gaan we morgen hier de omgeving verkennen. Wandelen, fietsen, ik weet nog niet wat. Nee. Maar weet je, we gaan wel even wat lesjes doen. We hebben een echtpaar tegenover ons in een tentje. Volgens mij lagen we nu om 8:30 al te pitten. Toch? Ja, weet je niet. Ja, die gingen toen al in hun tentje. Ja, dan moet je anders naartoe. Nou, dan ga je denk ik maar liggen en slapen, want de kantje kan hier staan in dat teentje. Ja, dus dat is waar. Dan ga je waarschijnlijk liggen. Ja. Zou ik de mensen doen. Nou, dan moet jij een teentje kopen. En die, ja, kakken. Want jij houdt van vroeg naar bed gaan. Ja, klopt. Ik ga bij de tanden poetsen. Willen jullie even zien hoe Ali de tanden poetst? Nou, ze doet eerst haar mond open. Ik maak eerst de borstel een beetje nat. Oh ja. Ik weet trouwens ook niet of iedereen dat doet. Er zijn ook mensen die doen dat niet, denk ik. Een beetje tandpasta erop. Heel goed. Welk merk tandpasta heb je? Prudent. Prudent. Welk smaak? No spon. En dan stop je hem in je mond. Begin je bij je kiezen? Zo. Is dat goed? Nou, ze begint bij haar kiezen. Waar? Nou, dat was het. Ja.